Is ook leuk. Voor op de deur. Hier kun je je eigen adventkalender maken. Oh, deze zijn cute. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van The Action. Vandaag ga ik kerstshoppen. Ik heb echt super veel zin in. Ik hou van de kerst. Ik heb ook een eigen YouTube kanaal. Misschien ken je me daarvan. Dat is Floor Delver. En herfst, winter, kerst past gewoon helemaal bij mij. Dus ben jij benieuwd wat er allemaal in de winkel bij The Action nu ligt qua kerstcollectie? Blijf dan zeker even kijken. Dan neem ik jou gezellig mee. En doe een duimpje omhoog als jij zin hebt in deze video. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van The Action. En dan gaan we snel verder naar The Action toe. Hoe leuk zijn deze onderzetters voor 1 euro. Het gouden glitter met zilver. En dan heb je er gelijk 4. Leuk voor op de kersttafel met eten. Wow, dit is ook heel vet. Vet groot slabestek. In het goud en ook in het beetje hoesvrij staalzwart. Kost 2,50 euro. Hier heb je ook nog mini gebaksvorkjes in het goud. Ook leuk op tafel. Dit is ook leuk voor als je gaat eten thuis met kerst. Voor onder je bord. 99 cent. Je hebt ze ook in het zilver. Rosé goud. Je hebt hier ook nog glitter. Ook 99 cent. Hier nog tafellopers. Brons. Rood. Hier heb je ook nog tafelkleden voor 6 euro. Met cadeautjes en zo erop. Of sneeuwvlokjes. Een heel gourmet set. Of grillplaat. Ik ben nu bij de kerst. En je hebt hier dus allemaal kerstbomen. Kleedjes, wat je om de kerstboom heen kan doen. Hier heb je ook een kerstkrans. Die kun je dan nog aan de deur bijvoorbeeld doen. Met led. Kun je je eigen kerstdorp maken. Dat is ook wel echt super schattig. Kijk nou. Dit is ook wel leuk. Zo'n lantaarn met lampjes erin. Dit is ook leuk. Voor 92 cent heb je zo'n kurk. En dan kun je het in een fles doen. Van die lampjes. Dat is ook wel heel schattig. Oh, maar dit is ook wel cute. Zo'n kersthuisje met led. Hier kun je je eigen adventkalender maken. Dat is ook wel heel leuk. Met allemaal vakjes. Die kun je dan zelf vullen. En die kun je er ook nog aandoen. Die kost 10 euro. Is van hout. Maar je hebt hem dus ook in een nog grotere versie. Superleuk. En deze is ook leuk. Voor 3,99 euro. Van die houten hekjes met lampjes. Dat kun je dan misschien voor je kerststal zetten. Kijk hoe leuk dit is. Een koektrommel. Super schattig. Je zit ook echt gevuld met koekjes. Je hebt hier sowieso echt heel veel leuke dingen. Candy canes. En kijk dit. Deze KitKat kerstmannetjes. Super schattig. Reese's. Kerstkaartjes. En dit is leuk voor cadeautjes. Kost maar 60 cent. Het is wel leuk om je cadeautjes in te doen. Of van die geschenkdozen. Wat is dit? Een kersttas. Kun je ook cadeautjes in doen. Oorbellen. Zo hysterisch, maar wel leuk. Je kersttruien. Of sloffen. Vet cute. Oh, deze zijn cute. Even kijken, die zijn 3,99 euro. Oh mijn god, een hondenadventkalender. Als ik een hond had, had ik dit sowieso meegenomen. Dit is echt te schattig. Hier heb je ook nog van die doosjes dat je een eigen adventkalender kan maken. Heel leuk, ook niet duur. Het is ook leuk. Voor op de deur. Met sneeuw. Zo'n krans. Die kost 7,50 euro. Hier heb je ook nog opbergdoosjes met glitter waar je cadeautjes in kan doen. Dat is ook al heel leuk. En dit vind ik ook echt geweldig. Kijk, om in een pluimenvaas te doen of zo met van die pampasgras erbij. En dan een paar van die gouden glittersprietjes erdoorheen. Dit is toch leuk? Even kijken, kost 2 euro. Hier heb je ook nog een tafelloper met glitter. Ik heb die en die met wit, nog van vorig jaar, die kerstballen. Dus ja, dat gouden thema wil ik wel een beetje blijven. Maar je hebt hier ook nog wel hele leuke andere ballen.
Oké, ik ben net terug van de Action en ik heb echt een hele zak meegenomen. Ik ben echt super goed geslaagd en ik heb het gevoel dat het elk jaar eigenlijk groter en meer wordt qua kerstcollectie in de winkels. Dus ik ben echt heel blij. Ik ga jullie nu even laten zien wat ik allemaal heb geshopt bij de Action qua kerstdingetjes. En ik kan je vertellen, dat is nog best wel veel. Ik heb als allereerst deze cakevormpjes meegenomen. Ik vond dit zo leuk. Deze verpakking alleen al en met van die stokjes erbij in. Super leuk om je eigen cupcakes te maken. Dus deze. Deze kost €1,22. Dan heb ik nog 6 van deze sneeuwvlokjes meegenomen. Deze zijn €1,12 per stuk. En die hebben dus gouden glitters. Dit is toch helemaal geweldig. Ik vond het zo leuk. Dan heb ik voor €1,99 deze zak, cadeauzak meegenomen. Dit is toch geweldig. Ik vond het zo leuk met een kerstpannetje erop. En ik dacht, dit is wel handig om alle kerstcadeaus voor dit jaar in te doen als ik naar mijn vader ga. Dan doe ik alles in deze zak en dan neem ik die hele zak mee naar hem toe en dan kan ik het lekker uitdelen. Want ik hou van cadeautjes geven en al helemaal met kerst. Dus deze ga ik helemaal vullen en meenemen naar hem. Dus dat vond ik heel erg handig. Dan heb ik voor €1,82 deze meegenomen. En dit vind ik ook echt mega leuk voor onder de kerstboom. Om je cadeautje in te doen voor iemand. Dit is dus een zwarte geschenkdoos met gouden sterretjes erop. Heel erg cute. Dan heb ik nog 2 keer een handzeep meegenomen. Super schattig in deze winterse verpakking. 1 in het rood en 1 in het lichtroze. En er staat allebei op Happy Holidays. Deze kostte 99 cent per stuk. Nou, nog even in die gouden sneeuwvlokjes te blijven. In dat sfeertje heb ik ook nog deze gekocht. Namelijk deze sneeuwvlokjes piek. Ik heb dus al een gouden piek, ook van de Action van vorig jaar. Maar ik dacht, ja, dit is wel leuk als dat matcht. Gouden kerstvlokjes met piek. Dus ja, ik zag een matchende versie en ik dacht, ja, die moet ik hebben. Dus die heb ik nog meegenomen. En deze die kost €1,77. Dan heb ik voor €14,95 nog kerstlampjes gehaald. Namelijk deze. Je hebt er dan ook gewoon mega veel. Dit zijn 540 ledlampjes. En deze kan ik dan in de kerstboom doen. Dan heb ik nog verschillende tasjes meegenomen waar ik cadeautjes in kan doen. Deze met een rendier in het goud. Die kost dus 59 cent per stuk. Heel leuk. Ik heb hem ook in het rood gehad met een rendier. En dan staat er nog Merry Christmas. En ook nog een groene met Merry Christmas. Maar dit is altijd leuk voor onder de kerstboom met een cadeautje. Of als je aan een vriendin een cadeautje geeft, dat je hierin je kerstcadeautjes doet. Dus ja, daar heb ik nog 3 van meegenomen. Dan heb ik nog deze kerstboom meegenomen. En ik vond dit zo schattig. Je hebt deze dus ook in het goud. En ik zat heel erg te twijfelen welke kleur ik zou meenemen. Maar ik ben toch gegaan voor deze witte. Ik weet niet of dat te zien is. Maar je ziet dus allemaal glitters hierop. Ik vond dit zo ontzettend leuk. En daar heb ik er dus gelijk 2 van meegenomen. Dit is toch super schattig. Maar ja, mijn kamer is dus wit met gouden details. Dus ik dacht, wit is dan denk ik wat rustiger. Dat past wel echt in mijn kamer. Dus daarom heb ik er 2 van deze witte meegenomen. Je kan hem dus ook nog aandoen met batterijtjes. En dan zit er een heel ledlampjesysteem in. Dus super schattig. En dat ziet er dan zo uit. Kijk. En dit kost €2,99 per stuk. Die wil ik dus in de vensterbank neerleggen. Zo 2 naast elkaar. En ik dacht, dan moet daartussen ook nog iets. En ik zag dit en ik dacht, ja, dit past er perfect tussen, denk ik. Dit is namelijk zo'n glazen bal. Echt zo mooi. Kijk, hier zie je het wel goed. Maar hier kan ik hem even aandoen. Zo schattig. Er zit dus led in. En dan nog zaagsel met droogbloemen. Dus dat past helemaal bij de beige kamer. Of in mijn beige kamer. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen voor daartussenin. En deze die kost €4,95. En dan heb ik als laatste nog in mijn tas wat kerstballetjes. Ik vond dit zo lief. Ook om nog extra toe te voegen aan de kerstboom dit jaar in mijn kamer. Ik heb hier een beetje champagne kleurige ballen. Heel erg mooi met zilveren details. Ik vond dit echt prachtig. En deze kost €1,12 per stuk. Daar heb ik er 3 van meegenomen. En dan heb ik ook nog 3 van deze meegenomen. Deze zijn 99 cent per stuk. Maar dit is een beetje met, ja, is ook weer champagne gouden kleur met allemaal glitter. Heel erg mooi vond ik die. Dus die kon ik niet laten liggen. Dus daar heb ik ook nog 3 van meegenomen. Dus 6 extra nieuwe ballen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik dit keer bij de Action heb gehaald voor kerstspulletjes. Ik ben echt super, super goed geslaagd. En heel enthousiast over de kerstcollectie dit jaar bij de Action. Het wordt steeds meer adventkalenders en dat soort dingen. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je dus niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Action. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie misschien tot een volgende video weer. Doei doei!